twee vliegen in één klap. Ze hebben toch voor elkaar gekregen om die ongewenste corona-app van vorig jaar doorheen te krijgen en iedereen te prikken. Geen barcode, geen QR-code. Just the G-code. En gewoon goede muziek maken. Met inhoud. Ik discussieer niet mijn straat-cv, als ik het zeg dan is het echt. En welke rappers hebben wel gedrilld of getrapt? Iedereen is schreeuw, maar niemand houdt het echt. Draag meerdere petten, maar het is no cap. Lijkt wel een wappie festival, nu 30.000 man. Maar we hebben ervoor moeten vechten, want het kwam niet vanzelf, de slag om Malieveld en Museumplein. Het was een ware hel. Geprikt of ongeprikt, een aantal dingen zijn we over eens. Niemand wil een medisch dossier als entree voor het discotheek. Pride, BLM, mag wel. Maar voor de grondwet demonstreren, zegt ze dat je ruilt. Unmute us, ik verwelkom alle nieuwe wappies. Maar jullie vlaggen hingen bij het gemeentehuis. Dus wie zit hier achter? Het was eigenlijk meer een festival dan demonstratie. Geen knuppels of noodbevel bij de Amsterdam Rij. Dat is een priklocatie.